staan op de Big Data Expo, jaarbeurs Utrecht, waar ik spreek met Matthias Walgers, sales manager bij Agency, onderdeel van InfoSupport. Matthias, Agency is een nieuw onderdeel van InfoSupport. Kun je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis en jullie plannen? Ja, zeker. Nou, Agency, wat je zegt, onderdeel van InfoSupport, specifiek gericht op de dienstverlening op Artificial Intelligence. Wat we daar hebben gedaan is alle expertise op het gebied van AI bij elkaar gebracht. En vanuit agency bedrijven ondersteunen bij uitdagingen van AI. We bouwen zinvolle toepassingen die er te doen. Klein en groot in alle sectoren die je kunt bedenken. Wat zijn tot nu toe enkele lessons learned en business cases? Ja, we hebben business cases in alle sectoren. AI kom je overal tegen, dus overal liggen kansen om dat toe te passen. Denk aan automatisering van de industrie, maar ook bij de zorgverzekeringswereld, bij de financiële wereld, bij de voedselverwerkingsindustrie. Overal zien we toepassingen, gericht op het voorkomen van uitval van machines, maar ook op de kwaliteit van voedsel en de monitoring daarvan. Of het bestrijden van fraude in de financiële sector. Heel dingen die je allemaal kent, die interessant zijn en waar jij een groot verschil bij maakt. Waar lopen jullie zoal tegenaan qua problemen en hoe los je bottlenecks op? Ja, dat is een goede vraag. We zijn hier op de Big Data Expo. Data is wel iets wat heel erg centraal wordt gezien. En we zien dat veel bedrijven vanuit data proberen hun probleem op te lossen of hun uitdaging te lijf te gaan. Waar wij als agency echt naar kijken is, begin nou met wat je wil bereiken. Wat is het doel wat je nastreeft? En hoe zou technologie, in bijzonder AI, je daarbij kunnen ondersteunen? Kijk dan naar welke data daarvoor nodig is. Of vul dat aan, verrijk het, om je doel te bereiken. Als je alleen vanuit data vertrekt, dan krijg je snel een tunnelvisie. En maak je misschien iets heel moois, maar vraag je af uiteindelijk waar het toe dient. Door vanuit doel te vertrekken, heb je bovendien ook, ga jezelf de vraag stellen over ethiek. Hè? Wil ik dat als bedrijf? Heb ik hier wat aan, maar wil ik hier ook wat mee? Nou, dat zijn dingen die veel meer aan bod komen als je eerst nadenkt over wat je wil bereiken. En dan kijk naar wat heb ik daarvoor, wat zou ik ervoor nodig hebben en kan ik dat ook realiseren. Dus mijn tip, begin bij het doel, niet bij de data. Nou, een van jullie business motto's is explainable AI. Please explain. Ja, explainable AI. Wat we kennen van AI, en heel veel mensen typeren het ook, is een machine, een black box, daar gooi je iets in en er komt een antwoord uit. Maar je begrijpt eigenlijk niet wat dat model, dat algoritme doet. Nou, tegenwoordig zien we dat technologie er is, en daar zijn wij expert op dat gebied, om uitlegbare modellen te maken. Wat betekent dat dan? Steeds een model waar je informatie instopt en een antwoord uitkrijgt, maar waar het model ook uitlegt hoe die tot dat antwoord is gekomen. Waarom is dat belangrijk? Waarom vinden we dat echt belangrijk? Elk model wat ertoe doet, verdient uitleg. Enerzijds omdat een wetgever het kan vereisen. En als de wetgever niet vereist, kan het ook vanuit moreel besef, ethiek, belangrijk zijn om dat te doen. Maar het tweede is ook om de kwaliteit te kunnen blijven bewaken. Als je niet begrijpt wat een model doet, kun je het ook moeilijk verbeteren. En als je het model wel begrijpt, uitlegbaar is, explainable AI, dan heb je ook de informatie om te kijken hoe je dat model kan optimaliseren om er nog meer waarde uit te halen. Dus explainable AI, elk model verdient uitleg, zeggen wij. En wat is jullie rol als agency daarin? Ja, wij ondersteunen bedrijven bij het proces van het bedenken waar AI invloed heeft op hun strategie. Strategische advisering, het valideren van ideeën. We hebben een goed idee, maar kunnen we dat ook uitvoeren? Hebben we daar wat aan? Het uiteindelijk in productie brengen, want ook daar komt heel wat bij kijken hoe je dat op een goede manier kunt doen. We maken onder andere gebruik van MLOps en daar helpen we bedrijven bij. En als laatste, heel belangrijk, als het model eenmaal staat in productie, is het ook heel goed om te kijken hoe die blijft presteren. Een model wordt getraind op data. Data is een representatie van de situatie zoals je hem inschat. Maar de omgeving verandert. En als de omgeving verandert, is het heel belangrijk om te zien hoe jouw algoritme, je AI-model, ook in een veranderende situatie blijft presteren. Nou, daar helpen bedrijven bij om dat inzicht te hebben en daar waar nodig een model te hertrainen, verbeteren en zijn waarde te behouden. Nou, Matthias, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.